mensen, het is zover. Eindelijk. Yes. FIFA fucking 20. Ik ben zo blij en hyped. En dan denk je van, Koen, waarom ben je zo hyped? Nou, ik ben dus niet naar het Capture Event geweest. Ik was helaas niet uitgenodigd. Helaas. Jammer. Dus ik heb nog ook helemaal niks echt gedaan met FIFA. Ik heb ook nog geen packs geopend. Ik heb nog niks. Mensen, zoals jullie zien, ik heb 27.000 FIFA punten. Doe een duimpje omhoog. Ik wil 27.000 likes. Dat gaat misschien niet lukken. Maar mochten we nou 27.000 likes halen, dan geef ik 12.000 FIFA punten weg. Ja, ik word er goed. Dan doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal hier beneden voor FIFA 19. Ah, kut. Het is FIFA 20. Voor FIFA 20 content. Jawel. Het is eindelijk zover. Ik heb er echt fucking veel zin in. Laten we maar gelijk beginnen. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet als je een walkout krijgt. Ik heb geen flauw idee. Heb ik een walkout? Heb ik een walkout? Hoe ziet het eruit? Gros. Ik ga even een beetje wel kijken of wie ik een beetje moet houden en of iemand wat waard is. Ja, over het algemeen zal het niet. Maar kijk, deze vent is toch gewoon 800 coins waard. Ik ben oprecht zo hype voor het spel. I like FIFA. Heb ik een walkout? Ik heb geen idee. Hoe zie ik dit? Ik weet niet hoe ik het kan zien. Weer geen walkout. Nee, het is... Oh, Bataglia. Wat een enorm slechte kaart. Wat een ongelooflijk slechte speler. Dit is echt heel jammer. Heel erg jammer. Weet je trouwens hoe je ervoor kan zorgen dat je die spelers krijgt? Door te goed kaarten kopen. Ikwordtegoed.nl. We hebben dus nu een nieuwe website. Want op het moment dat je nu een aankoop doet, dan krijg je op basis van hoe hoog je aankoop is, krijg je te goed punten. En met te goed punten heb jij korting op je volgende bestelling. Dus eigenlijk heb je... Jezus. Dat is slecht. Dat krijgen we heel snel te zien. Dus met te goed punten heb je eigenlijk altijd korting. Ik zit daar nog een beetje te denken hoe ik mijn team ga maken. Want ik weet het nog niet. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht wat voor team ik ga maken. Maar ik wil eigenlijk gewoon MVP. Het zou mooi zijn als we die even kunnen pakken. Als we even een MVP'tje uit het pakketje kunnen trekken. Kom op, geef me wat goeds. Het is in ieder geval geen non-rare. Oh, het is een borderspeler. DM. Oh, dit is Juventus. Buffon. Ik heb Buffon. Hij is maar 83. Dat is echt slecht. Hij is ook zeker geen walkout. Als je een vlag eerst krijgt, dus niet een kaart, heb je dus in ieder geval een borderspeler. Ik weet niet hoe het eruit ziet als je een walkout krijgt. Hij is sowieso wat waard. Ah, het valt echt zwaar tegen. Ik ben oprecht gewoon weer zo hyped om FIFA te doen. Op zich was het denk ik voor mij zelf dan wel beter dat ik niet bij dat capture event was. Het is gewoon puur om niet de pijn te laten voelen dat ik er niet bij was dit jaar. We krijgen gewoon weer een goede Spaanse spits. Hey, we krijgen Aspas. Ja. 85 Aspasje. Lekker hoor. Helemaal niks mis mee. Helemaal niks mis mee. 85 Aspasje. Lekker zeg. Oh, wat ben je waard. Oh, helemaal niks. Hoe ben je nou weer niks waard? Hoe kan dit? Ik bid naar de EA-goden dat ze mij een goede speler geven. Ja, ik heb dus geen idee hoe je het kan zien, dus ik kan ook niet skippen. Oh, wel Pedro. Oh, zeker niet slecht. Die is zeker wel het waard. Die is vast dan wel weer 5k ineens. Prima Haarko, nee. Helemaal niks mis mee. Komt-ie, met Walkout of Dreams. Daar komt-ie. Jawel. Jawel, daar komt-ie. We hebben Handanovic. Is hij hoog? 88, yes, eerst de walkout. Handanovic, lekker. Oké, mensen, ik denk dat ik door heb hoe het een walkout is. Ik heb het even allemaal teruggekeken. Volgens mij, als zeg maar het lampje linksboven extra lang knippert, heb je een walkout. Boom, volgende. Kom op, geef me die walkout. Oh, wat slecht. Fuenzalida. Deze gaat best een goede kaart. Is het een linksback of een linksbuiten? Nee, ik sta in Nederlands, hè? Linksbuiten. Maar het ding is dat non-rares nu ook gewoon nog wat waard kunnen zijn. Dus oprecht, als je dan FIFA points van ik wat goed gaat openen en denkt van ja, eigenlijk doe ik het liever niet, maar ik doe het nu toch maar. Dan kan je het best nu doen, want nu zijn spelers nog wat waard. Ik vind een vorm. Geen walkout, maar wel een rare. Jiku. Wel een rare. Ah, weer geen borderspeler. Wie is dit? Oeh, die heeft goede sets. Thiago Mendes, die is zeker veel waard. Het mooie is ook dat ik hier na zoveel fitnesskaartjes heb ik nooit meer fitness hoef te kopen. Yes, nooit meer fitness. Ik ben dus heel bang dat ik straks een pack ga openen met coins. Dat is echt mijn grote angst, zeg maar. Kom op, geef mij in ieder geval niet. Ja. Het is geen walkout. Zal het wel weer een niet-borderspeler zijn? Nee, dat dacht ik al. Het is niemand minder dan Prato. Die vent is zo oud. Hij is zo oud. Hij is maar 31. Hoe kun je 31 zijn en er zo uitzien? Oh, en wat ga ik Mbappé kopen, jongens? Jullie willen niet weten hoe ik Mbappé ga kopen. Geen walkout, maar wel weer een rare. Kom op, ga door. Nee, ja. Schweinsteiger. Die man is oud. Hij is 35. Nou, ik voel het nu, mensen. Ik voel dat het nu tijd voor een walkout is. Oké, het is weer een rare. Geef me nu even een borderspeler. Nee, weer niet. Oh, Ori. Hoe is Ori maar 78? Niet dat hij 84 moet zijn. 81 had ook niet meer raar van opgekeken, toch? Ik moet zeggen, die 4 points gaan niet zo snel op. Omdat je, ja, je kan niet echt de pack skippen. Dat is een beetje het ding. Ah, het is weer een rare, maar het is geen walkout. Het is, oh, wel een speler. Kom op. Linksmid. Wie is het? Ribéry. Bayern. Conan. Conan! Coman bedoel ik, niet Conan. Coman! Ik ben echt een kneus. 10k. Wel lekker hoor. Wel lekker hoor. Oh mijn god. 490k. Oké, nou, ik heb in ieder geval nog wel een paar spelen. Ik denk dat ik nu misschien wel bij elkaar 60k heb, zoals ik alles verkoop. Dat is alsnog zeker niet genoeg voor Mbappé, als ik daar 400k voor nodig heb. Dus het mooie is dat ik hem nu ga packen. Oké, het is een rare... Bas Dost! Lekker zeg! Besef hoeveel packs er waarschijnlijk op dit moment geopend worden, gewoon in de hele wereld. Dat is echt bizar. Het is waarschijnlijk echt vrij veel. Echt wel heel erg veel. Non-rare. Het is een non-rare. Het is Stefan. Nou, Stefan! Oh, ik heb een Pulisic. Oké, dat is helemaal niet verkeerd. 79 ook echt laag, wat loos is, want hij kan er eigenlijk helemaal niks van. Ik vind die vet zo slecht. Geen walkout, maar wel een rare. Geef me geen kaart en geen welle kaart. Mooi Zander. Dat maakt echt niemand uit. Echt een pack filler is dit. En ik heb nu 6000 vier points uitgegeven, denk ik. Dan heb ik na deze... Oh, was het een walkout? Nee, voor mij net niet. Nederlands? Oh nee, oh, ik ben van Dijk. Oh mijn god, Frenkie de Jong in voor. What the fuck?
shit, wat nou? Wat is met zijn foto gebeurd, dat ding? Ik pik gewoon Frenkie de Jong in vorm. Wat gebeurt mij nou? Dat is geen Van Dijk, wie is het dan? Frenkie de Jong in vorm. Wat lekker, zal niks waard zijn. Maar ik ga hem zeker bewaren. Nou, hij is wel maar 60k. Dat valt best wel tegen. Als het meer koers dat ik nu heb. Ik zei, ik wilde in vorm, krijg ik Frenkie. Lekker hoor. Hij is sowieso over een paar maanden, want hij gaat niet zoveel in vorm krijgen, is hij zoveel waard. Oké, het is weer een rare... Komt een kaartje. Sako. Zo. Die informs van de eerste week, die worden... ja, deze worden trouwens best veel gepackt. Aan de andere kant kan ik hem misschien ook wel beter verkopen. Maar die eerste week informs worden altijd wel veel waard na een tijdje. Maar ja, aan de andere kant, ja, over een tijdje maakt de coins ook nog niet uit. Laat even achter. Moet ik hem verkopen? Moet ik hem houden? Kijk, of ik hem ga gebruiken? Waarschijnlijk niet, maar misschien wel. Maar waarschijnlijk niet. Maar misschien wel. Eigenlijk niet, maar eigenlijk wel. Maar waarschijnlijk niet. Eigenlijk wel. Het is geen walk, het is wel een rare... Het is weer... Bergwijn. Oké, niet verkeerd. Die is wel het waar, denk ik. 500 voor Bergwijn, eenmaal andermaal. 1800 verkocht, jawel. Mounier, die is vast wel iets waard. Ja, het valt zo tegen. Hoe kan hij nou zo weinig waard zijn? Ik snap niet, het is gewoon een goede kaart. Jongens, jawel, we zijn er overheen. 100.000 munten zijn binnen. Lekker, 100.000 muntjes binnen. Lekker, lekker, lekker. Oh, krijgen we Lozano. What the fuck, is helemaal niet op te letten. Kom op Lozano, gun mij even coins. Jawel, jawel, jawel. 100k price range, hoezo? Boom, 8k voor Lozano. Lekker meenemen die handel. Luke Bacchio. Wat een kaart, lekker zeg. Niks meer met 4 skills? Jawel, oké. 1,97. Oh, krijg een vlag. Oh. Akanji. Ik vind hem zo slecht, het echt. Zullen er wel 3 mensen zijn die hem wel goed vinden. En die zeggen, je hebt geen verstand van mij. Hij is gewoon echt slecht. Oh, oké. Ik zie 18k goedkoopste buy nou. Nog steeds 18k. Gast, deze gast is gewoon 16k waard. Voor een 83 rated. Instacel. Weg met die vent. Hoppakee. Akanji, de groeten. Dumfries. Lekker man. Helemaal niks waard, die gast. Hij is verkocht. Akanji, jawel, zit al inmiddels op 150k bijna. Mijn god. Jackie Chan! Ik wil gewoon één goede speler packen. Kan niet zo moeilijk zijn. Gewoon even een Griezmann of zo. Of Messi. Dat zou echt top zijn. Of Ronaldo. Of een Icon. Een Icon zou ik ook niet verkeerd vinden trouwens. Politano. Is niet heel slecht trouwens. Die is wel 1200 coins waard. Marega. 2 ster. Oh, hij heeft 3 star skills inmiddels. Maar hij vroeger altijd 2 star skills. Hij is nog steeds echt, best wel. Hij heeft gewoon goede stats, maar. Fellaini. Waar speelt die nou? China zeker. Lekker man, helemaal niks mis mee. Verlijnietje. Oh, kijk, Vecinio Junior. Kan je nou zo weinig zijn? 5 skills. Onzin. Knip er nou even door, jongen. Waarom knip je niet even door voor mij? Kom op, hé. Gewoon eventjes doorknipperen. Sanchez. 82 Sanchez. Die is slecht. Oh mijn god. Hoe kan nou even serieus, hè? We krijgen Konate. Konate. Maar waarom krijg ik zo weinig borderspelers ook? Wat is dat voor onzin? Is dat een nieuwe trend of zo, jee? Pookie. The legend. Want voor mij is de kans gewoon 4,7%. Nou, dat is absoluut niet het geval bij mij. Zowel dat ik als ik gewoon even één speler pack met waarde, dan kan ik oprecht MLP halen, denk ik. Nou, weer niet. Oh, wel borden. Portugees, kom op. CDM Carvalho, William Carvalho. Nooit dat waard geweest, maar ik ben eigenlijk weer op het veld. Daar ben ik wel blij mee. Maar het is geen 24 plus, dus stelt ook niet mee met de 24 plus ding. Oh, weer geen walkout. Dan gaan we te snel. Ik word gek. Geef me een walkout. I need one in my life. Dani Ceballos. Renan Lodi. Lodi, lekker hoor. 2200 coins. Zeggen we geen nee tegen. Fabuena, 1200 coins. Zeggen we geen nee tegen. Dit is lekker. 4k munten. Mbappé, we komen! Kylian, Mbappé! De helft van onze held. En één goede speler kan mij zo blij maken. Oh, het is een borderspeler. Finland. Oh, Radecki. En die is wel 84. Oh, dit was dus mijn 84 speler. Oh, hij is 83. Yes. Dan komen we nog een 84 aan. Dit klopt trouwens totaal niet hoor, mensen. Dat het ook echt zo is. Maar ik wil graag geloven of het wel zo is. Woutje Weghorst. Jawel. Samen met Bazzy Dos. Allebei gepackt nu. Heerlijk. Ik kan niet wachten dat er weer special packs zijn. Dat gaat nu zo wat sneller. Gewoon steeds 8000 viewpoints over. 250k. Let's go. Nog een pot gespeeld. 250.000 munt in de bank. We krijgen iets, hij gaat langzaam. Oké, Rodrigo, oké, dat is wel lekker. Rodrigo is best goed, oké, yes. Cool, ik heb iets van 20 packjes te gaan. Ik hoop op echt nog wel een flinke lekkere walkout eigenlijk. Nee, dit is helemaal niks weer. Een non-rare. Karius, onze blunderkeeper, heerlijk. Helemaal niks mis mij. Woelie. FC Woelie. Oh, we hebben iets. Braziliaans? Ik dacht ik heb eindelijk een walkout, maar nee. Taliska. Oh, is wel 3k. Kom je doen. Mijn bestanden zijn overzet, ik verveel me. Oh, wil je pack openen? Ja! Oké. Wat penis, Kylianus. Maar hij is inmiddels 500 nog. Ja, hij is inderdaad aan het stijgen voor het leven. Duur. Dat mag nog niet zeggen, geen walk-out. Maar, sorry. Te snel. Veel te snel. Jij ziet veel het nu ook, hè? Ja. Ja, nu mag jij het doen. Maar ik weet niet hoe het is als het langzaam is. Ja, echt traag. Ja, moet je maar wachten. Je hebt ook Frenkie de Jong gepakt. Hey, Guendouzi. Heel traag. Ja, dat was al trager. Geen walk-out. Kwop, de licht. Memphis. Memphis.
Lekker zeg. Hey, veel trager, hè? Ja, wel traag, heel hoor. Traag was dit. Heel traag wel. Hoeveel is die waard? Hij heeft maar 4 skills, hè? Zou het toch ook wel fijn zijn om nog even een walkartje te pakken? Want 2 van mijn 3 beste spelers zijn gewoon legit Nederlanders. Oh! Hé? Ik kreeg een walkout. Heb ik hem geskipt? Ik zag ook al dat er iets anders was, maar ik dacht van, nou, hij gaat nog te snel. Lekker, wel lekker, hummelsje, niks mis mee, prima. In ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker op mijn kanaal en like deze video. Like. We hebben aardige packs gehad, niet heel goed, ook niet heel slecht, gewoon decent. Gewoon oké. Okay. Koop je de groepkaart bij ikwatdegroep.nl, dat staat een linkje in de beschrijving. En dan zie ik je bij de volgende video. Like, like vooral naar de volgende keer. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kort BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in. Veel plezier, veel plezier. 5 geleden, ik een boxen PS4, ey. Veel plezier, veel plezier. 5 geleden, ik een boxen PS4, ey. Hey, je hebt Blitzball.